De handballers van Aalsmeer maken zich op voor weer een wedstrijd in de competitie. Samir Ben Ghanem kwam een aantal jaren geleden over van het Haagse Hellas en is inmiddels de aanvoerder van de ploeg. En ik heb persoonlijk nog nooit de finale om het landskampioenschap gespeeld. Dus dat is wel de reden waarom je die stap maakt omhoog van Hellas naar Aalsmeer. Ja, en ik denk dat je, dat je daar elk seizoen naar moet streven in ieder geval. Als je niet de beste op 4 wil spelen, ja, dan zou ik niet weten waarom je aan het seizoen zou beginnen. Ja, het is 32 minuten oorlog, dan 32 minuten zijn we geen vrienden. Ik ben er op mijn 10 of 11 mee begonnen en eigenlijk nooit meer mee gestopt. Ik moet het niet echt hebben van mijn elegantie of iets. Dus ik denk, ja, vooral hard werken en soms mijn koepie iets te hard laten werken in plaats van gewoon gaan. Ah, ik vind voetbal ook wel leuk om te zien, maar ik vind het gewoon te rustig, te weinig echt tempo spellen. Ik sta de helft van de tijd in principe tussen mijn tegenstander in. Natuurlijk, als iemand misschiet, zeg je wel eens wat of je hebt wel eens een discussie over hoe het in de aanval of verdediging ging. Ik denk dat dat wel, is wel een onderdeel van. Handballen in Nederland is geen vetpot. Ben Ghanem kan handballen bij Aalsmeer goed combineren met zijn maatschappelijke carrière. Ik vind maatschappelijke carrière is persoonlijk heel belangrijk. Want je kan niet zeggen, ik ga nu 3 jaar vol voor het handbal en kijken waar ik het schop. Want ik kan miljoenen verdienen. Die kans is er gewoon niet. En daarom vind ik maatschappelijk heel belangrijk. Want daar moet ik tot mijn tegenwoordig 67, 68 misschien wel op door kunnen. Bij Aalsmeer is Ben Ghanem het mannetje. Bij Oranje is dat wel anders. De handballer zit af en toe bij de selectie en heeft dan een andere rol dan in Aalsmeer. Ja, je speelt met jongens die de top van de Bundesliga spelen. Allemaal, ik ben zeg maar het kleine jongetje daar zo. Dus ja, natuurlijk, dat is altijd mooi. Die jongens zijn 30, hebben 10 jaar in het buitenland gespeeld. Zijn echte profs, om het maar zo te noemen. Zijn allemaal 5 stappen verder dan ik. Nou, je kan veel leren en het is voor mij persoonlijk gewoon een hele leuke ervaring keer op keer dat ik mee mag.